Dan vind ik het wel mooi. Want dit gedeelte is ingericht voor de meest dominante diersoort van Nederland. Want die moeten natuurlijk ook een plekje hebben. Dit is voor de mens. In de grote stad, wat hier helemaal omheen ligt, daar hebben mensen behoefte aan lucht, aan ruimte en kinderen al helemaal. Dit wordt een avonturenspeelplaats. En hier komt allemaal riet. En er zijn allerlei verschillende speeltuintjes gemaakt waar je met water kan spelen. Kinderen moeten namelijk met hun poten in de modder. Want dat is namelijk heel belangrijk. Die kinderen moeten het gevoel krijgen dat je plezier kan beleven in de natuur. Daar komen mijn toekomstige collega's uit. Dus juist om dat tweede stuk waar de natuur gaat ontstaan in stand te kunnen houden, moeten we zorgen dat mensen ervan kunnen genieten. Dat ze met hun handen in de modder kunnen zitten en dat ze kunnen genieten en recreëren in die prachtige plek. En dat is precies waar dit allemaal voor is. Men heeft hier echt een gebied gemaakt waar voor iedereen wat te halen is. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Er is hier lekker te fietsen, er is hier lekker te wandelen. En al dat heerlijke water, dat trekt natuurlijk ook aan. Je kan hier geen bootje huren, maar als je zelf nou een kano meeneemt of een sub, dan kan je hier naar hartelust peddelen. Je mag hier lekker paardrijden. Kortom, voor iedereen wat te doen.